What the actual fucking fuck? Whoa. It's not clickbait. I really am ending the vlog. Het is zo eerste keer in heel mijn leven dat ik denk nadat ik een video heb gekeken van iemand op YouTube dat ik gewoon mijn eigen camera neem. Wow. What the fuck? What the fuck? Als er iemand naar je vraagt... Wat is YouTube? Omdat ze het zelf niet kennen en omdat je bijvoorbeeld gewoon zelf al heel lang video's kijkt. En je zegt gewoon ja, zo'n dingen waar mensen video's op kunnen zetten. Dat is het ook. YouTube is gewoon zo'n platform waarop mensen zoals mij en heel veel anderen gewoon video's opzetten omdat ze dingen willen delen. Maar welke impact dat één fucking video kan hebben op je hoofd en zo. What the fuck? Ik heb elke vlog van Casey Neistat gekeken. Ik heb ze misschien niet allemaal gezien op de dag dat ze uitkwamen, maar ik heb uiteindelijk wel elke vlog gekeken. En ik heb gewoon iemand zijn leven gevolgd op die ene site waar iedereen gewoon video's op zet. En als er dan ineens iemand stopt met zo'n dagelijkste film wat hij doet in zijn leven, en als je dat al zo lang volgt, echt langer dan een jaar, dan heb je een soort van ding gekweekt in je hoofd waar je eigenlijk gewoon gaat meeleven in iemand anders te leven door die camera. Oké, dames en heren, ik heb een hele intense, leuke video klaar, omdat wow! En mijn banaan valt ook gewoon weer op de grond. Kijk! YouTube is niet gewoon een site waar mensen filmpjes op zetten. Dieper! Het zit... Kijk, dames en heren. Kijk, ik ga er geen woorden aan vuil maken. Het wordt leuke video's, maar zeker dat je het mogen. Let's go! Uiteindelijk, nu ik er eens over nadenk, is het nooit echt geweest dat ik thuis kwam en dat ik dacht van... Oké, nu ga ik een video opnemen. Jij komt hier zo kijken naar mij op de YouTube. Jij komt hier kijken naar I sit op de YouTube. Ik had altijd eerst idee en ik had het idee iets dat ik wou delen met jullie. En dan stak ik gewoon die camera aan en begon ik te praten. Vanavond om 8 uur live op Unagis. Twitch.tv/Unagis om 8 uur. Waar gaan we live? Op Unagis. Waar gaan we live? Op Unagis. Op Twitch. Wees er zeker bij, het wordt vet. Wat gaan we doen? Advanced Warfare. En het was nooit dat ik thuis kwam, dacht van ik ga een video opnemen en gewoon die camera aanstak zonder één nut te hebben en die camera gewoon aan te stoppen. Het is nooit uploaden om te uploaden geweest. Zelfs niet in die momentjes dat ik zo dacht van is YouTube wel hetgeen wat ik wilde. Hier zijn ze, deze twee tweets had ik geplaatst 2 dagen of 3 dagen of 4 dagen geleden. En ja, daarin zei ik dat ik ging stoppen bij jou, ciao, en dat ik, ja, shit like that. Het is meer een soort van, ik weet het niet, manier van leven geworden. Mijn video's zijn nooit zo geweest van ik ga er naar kijken en ik ga op het einde van die video zien dat ik een hele levensles heb geleerd. Is het nooit geweest. Maar had ik 4 jaar geleden ooit geweten dat YouTube zo, wow, de ster rond me ging klimmen en helemaal in mijn lichaam ging zitten en nooit. Doei. Deel deze video met je vrienden via MSN, Hives, Facebook, mond op mond. Doei, jongens. Doei. Ik ben naar YouTube beginnen kijken en ik was eigenlijk vanaf dag 1 eigenlijk al echt zo de grootste typische fanboy ooit. Ook al was ik niet echt de persoon die mensen ging benaderen. Ik ging nooit YouTubers bellen op Facebook. Ik ging nooit naar YouTubers in huis gaan. Ik keek gewoon wel de video's. Ik keek elke video van de YouTubers die ik toen echt aan... Ik was echt zo'n fanboy die echt de YouTubers aan het aanbidden was. Ik heb het over Banjo Movies. Yo, what up, gast? Heb ik het over Thomas? Hallo. Dan heb ik het over Made by Jam. Yo, iedereen! Het is nu al een week school. En dat is natuurlijk een vreselijk saai. Dan heb ik het nu zelf over Casey Neistat. Dan heb ik het zelf over Enzo Knol. Dan heb ik het over iedereen die zo'n grote rol gespeeld heeft in mijn leven. En dan nu gaan we naar de tweede winnaar. En dat is Nathan van de Gunst. En die had een hele vette foto gestuurd met hashtag knolpowerpakket. En die heeft knol op zijn voorhoofd geplakt. En zijn gezicht verandert in een taart. Kijk maar even naar deze foto. Wat vind jij ervan? Knolpower t-shirt. En deze zijn denk ik nog niet verkrijgbaar. Want uiteindelijk, als ik geen super fanboy was geweest in het begin van mijn YouTube leven, ging het nooit staan waar ik nu sta. En ook al zijn er heel veel mensen die zeggen dat ik geen respect heb voor mijn kijkers en zo. En dat ik geen respect heb voor niemand. Dat ik veel te big ben en dat ik mij veel te goed voel. Dat is niet zo. Ik ben gewoon echt fucking blij en ik ga gewoon altijd eerlijk zijn. Als ik zeg dat ik van jullie hou, is het waar en ik moet daar geen hele video over maken. Ik moet geen 10 minuten vullen waar ik eigenlijk alleen maar wil zeggen dat ik van jullie hou. Dan kan ik dat ook gewoon zeggen in 1 seconde van een video. Ik heb ontslag genomen op mijn werk 2 jaar geleden omdat ik door had dat YouTube die shit was en
ik echt niks te zoeken had in een restaurant. Echt niks. Ik kon het ook echt niet. Maar op dat moment had ik ook nooit gedacht dat YouTube zo iets ging worden waarvan de... Wow! En nu pas besef ik die shit. Het ging uitgroeien tot iets waarmee ik opsta, waarmee ik ga slapen, waaraan ik denk als ik aan het eten ben, waaraan ik denk terwijl ik seks heb. Yo! Nooit. In de diepste dieptes heb ik daar ooit aan gedacht toen ik die fanboy was 4 jaar geleden. Nooit had ik gedacht dat ik ging winnen voor YouTube. Ik ga jullie zeggen dat al heel veel is gebeurd. Eerst en vooral, ik ga mezelf niet goed praten in deze video. Ik ga niet smeken, ik ga niet... Ja, jullie zien het wel. Maar alsjeblieft, kijk naar deze video. Nooit had ik gedacht dat ik fucking ruzie ging hebben met mensen. Nooit had ik gedacht dat ik vrienden ging maken en vrienden ging verliezen. En er gewoon niet meer overeen ging komen met die mensen. Mensen die ik heb leren kennen op YouTube omdat we dezelfde passie deelden. Nooit had ik gedacht dat ik de kans ging hebben om naar fucking andere landen te gaan om daar dingen te doen. Ja, mama dik, chihuahua. I present to you the king of Belgium, Nathan Acey! Dat ik op meetings ging staan waar er mensen in de rij gingen staan voor mij. What the fuck? 286.071 mensen. Elke keer als ik upload, of gewoon elke dag, zakken er daar zoveel mensen van. Dat is omdat YouTube zwaar aan het fokken is met heel veel YouTubers en ik weet niet waar gebeurt, maar yo. Er zijn mensen die zeggen dat ik heel veel ben veranderd de laatste tijd. Dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Uiteindelijk ben ik echt niks veranderd. Uiteindelijk is er gewoon iets in mij groter geworden. En dat is niet mijn fucking imago, dat is niet mijn ego, dat is niks negatief. Het enige dat groter is geworden is mijn lust en mijn wil om echt te blijven strijden op YouTube en harde shit te blijven maken. Ik had ook al die betaalde campagnes kunnen doen hoor, dat in mijn mailbox staan. Ik had ze allemaal kunnen doen en ik had nu zoveel geld kunnen hebben dat ik mijn matras zou kunnen vullen met geld en dat ik erop zou kunnen slapen en gewoon fucking veel geld hebben. Maar het geld was zo het enige wat nooit echt in mij is opgekomen, wat een nut had. Uiteindelijk heeft het wel een nut en uiteindelijk zou ik er wel fucking vette shit mee kunnen doen. Maar het klopte nooit. YouTube was iets dat je deed voor het plezier. Het was iets dat puur hier zat en puur mooi hier en in je hart. En dan daar geld voor te krijgen was sowieso al raar. Al het geld dat ik vang met views is raar. Om dan nog eens samen te werken met bedrijven en iets helemaal anders uit die video te sleuren dan, ik weet het niet. Als ik dan mijn mening erover zag, kreeg ik heel veel ruzie met mensen en nu ook op Twitter en overal. Yo, kan jullie nu zeggen, vandaag de dag, ik heb die video gekeken van Casey, die video heeft dingen in mij veranderd. Alweer zoiets klein waarvan je eigenlijk nooit denkt dat het groot gaat worden, zo'n grote invloed kan hebben op je leven. De dag nadat ik ontslag opgenomen ben ik met mijn beste vrienden naar Antwerpen gegaan. En dat was toen de squad. Dan zijn we gewoon met iedereen naar Antwerpen gegaan. Ik was weggelopen thuis. Mijn ouders wisten niet eens dat ik naar Antwerpen was gegaan. Ik had ontslag genomen op mijn werk. Ik had alles verneukt. En ik dacht dat ik in de diepste put ooit ging vallen. Omdat ik zo'n groot risico had genomen. Oei, yo. Fucking drager. Kerel, ik kreeg een hartje. Kerel, man. Misschien moet je even een boodschap roepen. Boodschap. Hoe is het mogelijk, gek? En ik werd zo verliefd op alles wat ik aan het doen was. En ik werd zo verliefd op het hele concept, het hele idee van YouTube. Alles gewoon wegsmeet wat mij echt niks meer kon boeien. Het was het werk, zoals school. Zoals nog allemaal andere dingen. Zelf, sommige mensen zijn gewoon gesneuveld in mijn leven. Omdat ze volledig geen respect hadden voor wat ik aan het doen was. Het waren wel goede vrienden, maar ze bleven lachen met YouTube. Omdat het niet serieus was of zo. En als ik nu één bericht aan al die mensen kon geven, dan... Yo, we made it. Ik weet niet wat jij nu doet aan je leven, man. Een keer als ik zoiets, een opmerking maak, van hey, kijk dat is iets cool, maak er een filmpje over. Ga er een commentary over maken. Ja, is gewoon niet zo chill. Zien jullie dit? Ik denk wel dat jullie dit zien. Ik denk dat ik er ook geen uitleg bij moet geven wat dit is. Iets waar ik mij fucking onzeker door voel. Al zijn het maar een paar rode stomme vlekjes die geen ene fuck uitmaken. Maakt wel iets uit voor mij. Ik vind het fucking kut. En dat is zo één iets. Eén iets waar je echt fucking hekel aan kan hebben, maar het gaat niet weg. Kijk op puisten uit, u. Dat klinkt misschien woes en vuil, maar ik duw wel super graag puisten uit. Het enige probleem is dat ik nooit puisten heb. Wel, je kan ermee doen wat je wil. Je kan er
tape opplakken om het te verbergen. En je kan dan een video opnemen en zeggen tegen mensen van ik heb geen puisten, er is hier niks. Tuurlijk niet. Maar uiteindelijk maakt het niet uit of er nu mensen jou zien met puisten of niet. Uiteindelijk maakt het niet uit als je nu naar buiten gaat en hij denkt van oké, safe, niemand ziet daar iets is. Jij weet goed dat er onder die sticker gewoon fucking puisten zitten. Ah, nu hangt mijn haar hier ook aan. Uiteindelijk is mijn grootste angst niet dat mensen gaan zien dat die dingen er zijn. Mijn grootste angst is gewoon dat ik voor de spiegel sta en dat ik mijzelf zie met die rare shit op mijn hoofd. En dat is maar alles zo. Ga niet iets doen omdat je indruk wil maken op andere mensen. Want uiteindelijk maak je misschien wel indruk op hun, maar als je zelf niet tevreden bent met wat je hebt gedaan, als je zelf niet blij bent met hoe je indruk hebt gemaakt op mensen, dan heb je er niks aan. Dan is het niks. Ja! Ja! Maar! 100.000! Hey! We got them! Ik ben begonnen met YouTube met als goal 1000. En elke keer als je een fucking goal haalt, mag je niet stoppen met moeite doen. Je moet verder gaan, maar echt gewoon harder je best doen. Dus wat ik nu kort tegen jullie wil zeggen is, ooit was ik ook een fucking fanboy en ooit had ik ook nooit gedacht dat ik iets ging doen met mijn leven. Kan gewoon. En ook al ben ik waarschijnlijk altijd de eerste YouTuber die dikke commentaar gegeven op andere YouTubers, dat is ook gewoon deels omdat ik gewoon zo in elkaar zit. Omdat sommige dingen in mijn lichaam echt gewoon fucked up zijn. Uiteindelijk heb ik er wel altijd plezier in. Het is niet dat ik iets op Twitter ga zetten als ik denk van ik heb echt geen zin om ruzie te maken, ik heb echt geen zin. Nee, als ik het erop zet, dan is het echt gewoon puur omdat het me stoort. En dan zijn er altijd van die mensen die zeggen, mind your own business. Maar YouTube is gewoon zo mijn leuke wereldje. En als er dan sommige mensen zijn die daar zo fucking gewoon alles gaan kapot maken en zo, dan denk ik altijd van peace out. Alsjeblieft, blijf er gewoon af. Maak het niet kapot met jouw shit. Als Acid mij nog één keer irriteert, oh boy, dan ga ik zijn kankernek breken in de VIP-room van de DTG. Als ik zo dingen lees, dan ga ik nooit zeggen, oh my god, ik ga niet naar de DTG. Straks breekt die knauw mijn geel haar mijn nek. Oh shit. Nee, zo ben ik niet. Als ik wist al hoe zielig hij was. Dus als ik dan zo dingen hoor, dan weet ik ook gewoon maar mijn eerste en mijn meest belangrijke taak nu op dit moment is gewoon, Ik hoop dat ik nog altijd mensen kan laten lachen. Ik hoop dat nog altijd mensen blij zijn en naar deze video kunnen kijken. Zo van, yo, everything is fine man, and I like the way you make your videos. I'm the guy with de vijf rode puisten hier op zijn hoofd. En de jongen met de blauwe ogen en de jongen die kleren draagt dat iedereen fucking kut vindt. I love my life. En je mag me zoveel afbreken of je wel op Twitter. I don't give a fuck. Maar ik doe dit heel graag. En een paar domme tweetjes over mij gaan echt niks veranderen daaraan. Het zijn al die mensen die elke dag hartjes sturen en elke dag gewoon zo lieve dingen tweeten. Dat is veel sterker. Eén iemand die iets lief zegt tegen mij, dat is echt misschien 10 miljoen mensen die iets negatiefs zeggen over mij. Ik weet daar altijd wel nog één iemand gaat zijn naar mijn video gaat kijken en ermee gaat lachen. Dus, wat wil ik dat je onthoudt van deze video? Onthoud even heel goed dat je gewoon moet kijken naar mij omdat je het leuk vindt. En dat je niet moet kijken naar mij als je het AIDS vindt en zo dan. Dan mist AIDS zit gewoon volledig zijn doel. Snap je? Tot morgen. Het is nu 2:00 s'nachts. Ik heb deze video net afgeedit. Shoutout naar iedereen die deze video volledig heeft uitgekeken. Echt waar. Jullie verdienen echt gewoon de dikste, allerdikste knuffel ooit. Ik heb nu nog fucking veel werk voor school. Maar dat ga ik niet maken. Ik ga gewoon slapen. Dat is veel chiller. En fuck alle straf dat ik morgen ga krijgen. Het doet me niks. Als je deze video volledig hebt uitgekeken, zet dan drop druifje in de chat. Drop druifje. Ja, you have.